Start to quit. Cultuurevent. Iberfest. Dat zie ik wel kwitten. En jij ook, na dit filmpje. Het Iberfest. Dat is geen Oktoberfest, maar een hardcore festival. Waar minstens evenveel gedronken wordt. En op 3 dagen tijd, hè? Het bestaat al sinds 1992 en in 2012 lokt het zelfs 12.500 hardcore fans. Logisch dus dat ze daar kwitten met herbruikbare bekers, bordjes en frietbakjes. Dat is slim gepeest, hè? Dag Martijn. Hey. Zeg eens, hoe berekenden jullie de juiste hoeveelheid bekers? We huren onze beker bij de brouwer. We voorzien minimaal 3 bekers per bezoeker, maar we zorgen voor een extra marge. Dus als het dan heel eventjes druk wordt, dan kunnen we de spoeling laten voor wat het is en ons focussen op de bar en de drank. En de hoeveelheid eet je bij? Vroeger bakten we onze frietjes zelf. Daardoor konden we eigenlijk heel goed inschatten hoeveel frietbakjes en borden we moesten aankopen. We bestellen er wel meer dan voldoende en eigenlijk per verpakking. En in de backstage gebruikten we vroeger diezelfde borden, maar nu gebruiken we daar echte borden en voorzien we eigenlijk 2 verschillende soorten borden, zodat de borden uit de backstage niet verdwijnen in het waarborgsysteem, zodat de artiesten niet een extra graantje meepikken, want dat is niet de bedoeling. Hoe werkt jullie waarborgsysteem? Onze waarborg is 1 bonnetje. Dat gaat vlot aan de bar en dat is ook vlot voor de bezoekers. Het is niet enkel de beker, maar ook onze borden en frietbakjes die werken op hetzelfde systeem, 1 bonnetje per item. Omdat een bonnetje is nu 2 euro naalvaart, vroeger was dat 1 euro, worden eigenlijk ook heel veel meer dingen terug binnengebracht. Hoe verliep de stockage en de bevoorrading? De bevoorrading van de bekers gebeurt via de brouwerij. Borden en frietbakjes hebben we zelf aangekocht. Op het terrein zelf zorgen we dat alles achter slot en grendel zit, omdat we inderdaad met een waarborgsysteem werken en 2,5 euro per item. Ja, het is al een serieus kapitaaltje. En de afwas? We doen de afwas zelf. Voor de bekers hebben we een professionele afwasstraat. Maar je hebt natuurlijk voldoende vrijwilligers nodig, omdat we de borden en frietbakjes met de hand afwassen. En de extra kosten? Hoe vingen jullie die op? Geen veel extra kosten hebben we niet gehad. We krijgen onze bekers namelijk gratis van de brouwerij. En de bordjes en de frietbakjes hebben we zelf aangekocht, ongeveer 10 jaar geleden, dus die hebben zich al terugverdiend. Alleen de bekers die niet worden teruggebracht bij de brouwerij, die moeten we betalen. Maar door ons duurder waarborgsysteem valt dat heus wel mee. Interessant! Sowieso heb je minder kosten om op te ruimen, afval te sorteren of te verwerken en afvalcontainers te huren. Het enige dat een beetje een meerkost is, het extra water dat je nodig hebt om af te wassen. Maar met een goede afwasstraat en goede vrijwilligers valt dat ook heus wel mee. Wat zijn de voordelen van herbruikbare bekers en bordjes? Het grootste voordeel is een proper terrein. Er ligt minder afval op de grond en dus is het voor de bezoeker ook evidenter om er geen afval bij te gooien. Dus ze gebruiken meer de voorziene vuilnisbakken. Ah, ja. De afvalkosten die zijn ook een stuk lager, aangezien dat we minder containers moeten huren en zeker ook geen extra container om de bekers te kunnen recycleren. Daar drink ik op. Wat je ook niet mag onderschatten, is eigenlijk de bewustwording dat je meegeeft met je bezoekers rond afvalpreventie. Ah, dat is interessant. En er is nog een voordeel. Ook de borden en de frietbakjes werken met hetzelfde waarborgsysteem. Dus moeten de borden eigenlijk leeggegeten worden voordat ze het aan het afwasteam afgeven. Dus een extra voordeel is dat er minder voedselverspilling op ons festival is. En welke tips heb je voor andere organisatoren? Hou het gemakkelijk voor je bezoekers met een simpel systeem. Want kiezen voor een herbruikbare bekers, dat wordt dan een evidentie. Laat je ook inspireren door andere evenementen. Je hoeft heus niet het warm water opnieuw uit te vinden. Want er zijn zoveel evenementen die allemaal initiatieven nemen. Als je daar een kijkje kunt gaan nemen, kun je dat een beetje kneden voor je eigen evenement. En zo, bij deze nodig kijk ik iedereen ook uit om een keer te komen kijken op Iberfest. Dag en bedankt om te quitten, hè. Tot de volgende. Ook klaar om te quitten? Download gratis onze Quit Toolbox. Download de Quit Toolbox op quitten.be/toolbox.